Mijn eerste aandachtspunt, want ik zei u al, ik neem stukjes ervan en ik richt me een beetje op het stedelijk gebied, is het verkeer. En u ziet hier zomaar een straat in een stad. En als we kijken naar de toekomst van het verkeer, dan weten we dat er steeds meer systemen aan elkaar gekoppeld zullen worden. Systemen die ons vervoer slimmer maken. En ik denk dat we straks in één oogopslag alle informatie kunnen uitwisselen. Of dat nou is OV-voorzieningen, de navigatie van je zelfrijdende auto, fietsvoorzieningen, je hardloop-app, allemaal gekoppeld. En dat is niet ver weg. Dat zijn dingen die we nu al ter beschikking hebben, maar waar we alleen vaak de intelligente koppeling nog van missen. Maar ook het vervoer van goederen verandert. Snelle, kleinschalige distributie, drones of via buisleidingen. En ook daar worden de datastromen straks gekoppeld. En als dan straks al die systemen met elkaar communiceren, dan maakt dat meer vloeiend verkeer mogelijk. Daar richt je ook je straat op in. Parkeren hoef je niet meer overal. Je kunt de maximumsnelheden flexibel regelen. Je kunt de buitenruimte in de stad veel beter inrichten. Ruimte voor groen combineren met andere functies. En de bushalte is geen bushalte meer, maar een soort on-demand vervoersbalie. Maar het betekent ook dat je vervolgens als beheerder de stad flexibeler kunt gaan regelen via een dashboard. Meteen alle informatie over stromen in de stad beschikbaar. Je houdt rekening met het weer. Je kunt het verkeer razendsnel aanpassen omdat misschien je CO2-uitstoot te hoog is. En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden. En dat betekent dat je ook veel actiever en flexibeler op dingen kunt inspelen in plaats van wat je nu toch vaak ziet. Hè? Het is weer een verbod in de steden omdat er te veel uitstoot is op allerlei type verkeer. Het is een oplossing, maar het is natuurlijk een stuk minder creatieve oplossing dan wanneer je op deze manier ermee gaat werken. En dit is wat we moeten doen. Dit is wat we echt moeten gaan doen. Goed, je kunt die ruimte ook veel beter gebruiken vervolgens om rekening te houden met water. Je kunt het goed gaan opvangen, je kunt het wegleiden, omdat je meer ruimte hebt. En je kunt dus veel meer functies combineren op dezelfde ruimte. Dat is de toekomst van de stad, dat is de toekomst van de dorpen. Dat is wat we moeten gaan doen als we vooruit gaan kijken.